Samen Gezond Zoeterwoude is een groep 5 enthousiaste ondernemers die met elkaar bedacht hebben van hoe kunnen we nou zorgen dat Zoeterwoude de gezondste gemeente van Zuid-Holland gaat worden. Met andere maatschappelijke ondernemers uit het dorp bedacht homeopaat Connie van der Post Samen Gezond Zoeterwoude. We zijn vooral een platform. Dus we helpen mensen om initiatieven die ze hebben, om dat inderdaad kenbaar te maken. En dat wij dat vervolgens dat kunnen gaan doen. Maar dat wij het platform daarvoor vormen. Kinesioloog Kitty van Leeuwen sloot zich direct aan bij het gezondheidsinitiatief. Er is zoveel in Zoeterwoude, maar ook heel veel onbekend. En eigenlijk is dat nodig, dat er meer bekend is in Zoeterwoude wat je allemaal kan doen. Voor jezelf, voor een ander, alleen, samen. Qua gezondheid op zich, maar ook voor de gezondheidsbeleving. Dus denk aan het samen wandelen wat je kan doen met iemand. De fietsmaatjes, de buren. Al die mensen organiseren heel veel activiteiten. En dat willen we gewoon uitdragen, dat iedereen het weet. We zijn oorspronkelijk 1,5 jaar geleden begonnen, maar we hebben allebei een eigen bedrijf. Hoe gaan we nou meer zichtbaar worden? Hoe gaan we onze expertise nou breder laten, het breder laten worden? En zo zijn we samengekomen en de groep werd eigenlijk groter tot 5. Dat we ieder allemaal onze eigen expertise neer kunnen zetten, uit kunnen dragen, samen kunnen werken, warme overdrachten naar elkaar kunnen doen. Dus het wordt, als het goed is, steeds duidelijker en duidelijker. Via social media wordt contact met Zoeterwoudenaren gelegd. Nou, we gaan eerst op Facebook ons bekendmaken wat het inhoudt door kleine berichten te plaatsen van wat is positieve gezondheid, wat houdt dat in. We gaan ook onszelf natuurlijk voorstellen, want wie zijn wij nu eigenlijk? Dat staat eigenlijk nu de eerste komende weken op de planning. En waarom is dit nodig? Is dit niet iets dat de gemeente eigenlijk moet regelen? De gemeente die is ook met ons in gesprek en daar hebben we hele fijne contacten mee. Maar we merken dat als je eigen ondernemer bent, dat je daarin wat flexibeler kan zijn als dat je met gemeente kan zijn. Dus het is heel mooi dat we elkaar aanvullen. Dus we hebben zeker hun ook nodig. Wanneer zijn jullie tevreden? Wanneer is het gelukt? Als we de gezondste gemeente zijn van Zuid-Holland. En dan? Nou, dan gaan we voor heel Nederland natuurlijk.